Even appjes kijken vandaag. Ik ben vandaag voor 100 dagen hondenbanen in Apeldoorn, verzorger van de doodshoofdaapjes. Zullen we meteen aan de slag? Ja, laten we dat doen. Kom. Okay. De dieren zijn er nu uit, die zijn er buiten. Dus dan kunnen we gaan schoonmaken. Ze gaan nu voeren. En iedereen denkt natuurlijk dat apen alleen maar bananen eten. Nee, ze krijgen dat eigenlijk niet, want er zitten veel te veel suikers in. Dus dan worden ze te dik. Goedemorgen allemaal, welkom in Apeldoorn. En welkom bij de doodshoofdapen. Ik ga nu een voederpresentatie geven. De collega's van mij gaan dan voer in de bakken doen. Ja. En ik ga dan wat informatie vertellen over de dieren. Nou, Floortje Oortje komt er gezellig naast me zitten. Die komt even meekijken. Even normaal doen, hè? Nu gaan we echt wachtlopen. Wij zijn nu aan het wachtlopen. Ja. Wat doen we nu precies? Kort gezegd, de mens in de gaten en de apen. De apen kunnen vrij territoriaal zijn en bij mensen hou je eigenlijk in de gaten of ze niet gaan aaien of te veel in hun gebied gaan. Nou, gaan ze nu wat insecten voeren. Dat doen we dagelijks. Dan geven we ze wat meelwormen en moriowormen. De apen wormen? Ja, daar zijn ze gek op. Insecten vinden ze echt het allerlekkerst. Dus, Grapje. Mag je doen? Nee. Ik zou wel eerst de kop eraf bijten. Je kan beter niet uit je handen voeren. Want dan strooi je dit echt rond, zodat ze meer natuurlijke gedrag vertonen. Zodat ze echt gaan scharrelen tussen de blaadjes, zoals hierachter ook. Dat ze lekker druk bezig zijn. Wat ik eigenlijk wel het meest afvraag, is hoe het nou komt dat die apen niet weglopen. Als de groep stabiel is, dan zullen ze ook echt niet snel het gebied verlaten. Want ze blijven echt wel bij hun familie. En hier kunnen ze zoveel van hun natuurlijke gedrag vertonen, dat ze echt wel de hele dag bezig zijn. Kijk, daar komen ze al. Ja, jongens, lekker eten. Je werkt in Apeldoorn. Ben je erbij gekomen om hier te gaan werken? Ik heb eigenlijk voor Apeldoorn gekozen omdat ze gewoon echt wel aap kunnen zijn hier. En ik denk dat dat in Apeldoorn toch wel het sterkst naar voren komt. Dat dieren gewoon echt zichzelf kunnen zijn in plaats van een attractie voor mensen. En nu ik de dieren ook individueel ken, is het gewoon steeds leuker. Ja, want je kent ze allemaal bij naam, hè? Ja, ja. Je kent ze allemaal bij naam. En om in de Apeldoorn te werken, moet je natuurlijk wel wat dingen kunnen. Je moet natuurlijk heel veel liefde hebben voor dieren. Ja. Zorgzaam zijn voor de dieren. Ja, je moet ook echt niet bang zijn om vies te worden. Dat heb je zelf ook al gemerkt, hè? Nee, ik heb apenpis in mijn haar. Ja. En natuurlijk heel zelfverzekerd, want je staat net voor een heel groot publiek zijn presentatie te houden. Het is echt wel het mooiste beroep wat er is, vind ik. Maar ja, dat zegt iedereen over zijn beroep, denk ik. Maar... Ja, want zo lekker buiten tussen de apen zitten, dat kunnen niet veel mensen zeggen. Daar mag je echt heel trots op zijn. Hi Boef. Hoe heet deze? Floortje Oortje. Hi Floortje Oortje. Ja. Floortje Oortje heeft wel nog een dode worm uit de mond. Ja. Oeh. Dank. Goed.